Het COVID-19-virus en de situatie in Suriname kan een hele grote impact hebben op mensen hun geestelijke gesteldheid. Dit zegt psycholoog Maya Heijmans Goedschalk. Zij was vanmorgen te gast in het programma ATV COVID-19 Update. Heijmans Goedschalk geeft verder aan dat ieder mens gewend is met stress om te gaan. Volgens haar is het ook belangrijk te weten dat er goede stress en slechte stress bestaat. Bij goede stress kan je snel en soms makkelijk een probleem of situatie oplossen. Bij slechte stress gebeurt het tegenovergestelde, benadrukt de psycholoog. Volgens haar is het begrijpelijk dat het voor de meeste Surinamers niet makkelijk is zich aan de maatregelen, waaronder social distancing, te houden. Gelukkig is het zo dat we geen lokale besmettingen hebben nog, waardoor gezinnen toch nog bij elkaar kunnen zijn en elkaar ook wel kunnen aanraken. Ja. Maar je moet het beperken tot echt de mensen waarvan je zeker weet, of met grote zekerheid kan zeggen, ja, dat ze niet in aanraking komen met andere mensen. Die kan je gerust een brassa geven. Ja. Weet je? Maar Geen vreemden. Absoluut niet. En ook, het hoeft niet eens vreemden te zijn, maar bekenden waarvan je niet weet wat ze doen. Ja, ja, ja. Toch? Van ons directe mensen weet je misschien wat ze doen. Toch? En dan kan het wat veiliger aanvoelen. Maar zelfs met mijn vrienden, ik geef ze geen brassa's meer. We hebben gewoon afgesproken, we blijven gewoon op afstand. Social distancing, 2 meter. We kunnen elkaar zien, maar op afstand. Stress is een factor die je immuunsysteem ook kan aantasten. Dit immuunsysteem hebben wij nu extra hard nodig, zegt Heijmans. Dus wat erg belangrijk is, is om toch wel je lichaam en je geest in een ruststand te gaan brengen. En daar zijn hele simpele oefeningen voor. Ja. Weet je, 1 oefening die ik iedereen aanleer, dat is een ademhalingsoefening. Is een precies diep inademen en uitademen. 4 tellen in door de neus, 7 tellen vasthouden en 8 tellen uit door de mond. Het is de 4-7-8 ademhaling. Als je dat opzoekt op het internet, vind je een app ervoor. Je vindt informatie, je vindt filmpjes ervoor. Dus ik raad het echt iedereen aan. Zeker de mensen die moeite hebben met slapen. Een ontspanningsoefening. Ja. Maar ook check jezelf wat je allemaal denkt. Toch? Ja. Want onze gedachten die zijn vreselijk sterk. Ja. Toch? Ja, precies. En, maar soms denken we dingen dat als je het bespreekt met iemand, als je het uit, dan zijn ze minder zwaar. Dus het praten met anderen is vreselijk belangrijk. Toch? Voor je mentale gesteldheid. Psycholoog Maya Heijmans Goedschalk. Zij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Ze benadrukte dat dit een nieuwe situatie is waaraan wij met z'n allen moeten wennen. Ze stelt dus voor veel met elkaar te praten en vaker diep in en uit te ademen als je in paniek dreigt te raken.